Dames en heren, goedenavond. Dit is Eén Vandaag. Dit soort fabrieken die chemische troep uitstoten, horen gewoon niet in woongebieden. Chemieconcern Chemoer, het voormalige DuPont, opnieuw in opspraak vanwege mogelijke giftige stoffen. Wat deed de radicale beweging Soldiers of Odin afgelopen weekend in Winschoten? En achter de schermen bij de Nijmeegse Vierdaagse tijdens de eerste officiële tropische dag in ons land. Buurtbewoners van chemieconcern Chemoer, het voorheen DuPont in Sliedrecht, die maken zich zorgen om de uitstoot van Gen X. Dat is een giftige stof die gebruikt wordt in bijvoorbeeld anti-aanbaklagen in koekenpannen. Gen X zou kankerverwekkend zijn, maar de fabrikant ontkent dat er gevaren voor de gezondheid zijn. Ja, ik denk niet dat het bedrijf als eerste prio de gezondheid heeft van omwonenden, van werknemers en omwonenden. Terwijl dat wel zou moeten anno 2016. Dit is de gigantische fabriek van Chemoer in Dordrecht. Ze maken er teflon en deden het jarenlang met de gevaarlijke stof PFOA. Omdat die stof kankerverwekkend is, zijn ze er in 2012 mee gestopt en overgestapt op een andere stof. Maar die stof zou net zo schadelijk zijn. Lokale partij Pro Sliedrecht waarschuwt er al langer voor. Nou, het lijkt er alsof we de ene kankerverwekkende stof wegdoen en een andere kankerverwekkende stof weer binnenhalen. Oftewel, we zetten geen stap voorwaarts en dat zou wel moeten. Vlakbij de fabriek is een gloednieuwe woonwijk gebouwd. En nog dichterbij wonen al veel langer honderden mensen op een dijk met uitzicht op de fabriek. Wij kijken naar de bootjes en naar het mooie weer en bootjes kijken. Maar we zitten ook vaak in de rommel van DuPont. Want vaak is het zuidwestenwind. Dan je pikt een lichte graantje mee van die rommel. En ik denk dat in die 35 jaar dat ik hier woon, dat wel aangeslagen heeft op mijn gezondheid. Decennia lang zijn de omwonenden blootgesteld aan het kankerverwekkende PFOA. En nu ze daar eindelijk vanaf zijn, is de angst groot dat hun gezondheid weer in gevaar komt. Maar nu door de stof Gen X. De wetenschappers, de toxicologen, die zeggen nu ook van ja, deze stof is ook kankerverwekkend. Dat komt uit de laboratoriumtesten op dieren. Dus dat is ook kankerverwekkend voor mensen. Ja, dan gaan we gewoon een herhaling van de geschiedenis krijgen, de recente geschiedenis. PFOA is dat ook. Dus laten we nu lessen trekken uit het verleden en niet over 10 of 20 jaar hier weer staan en moeten zeggen van jongens, we hebben toen een fout gemaakt met z'n allen. Aan de andere kant van het water, op het terrein van een chemiegigant, baalt de directeur van alle ophef. Omdat het onnodig is. De stof is namelijk niet kankerverwekkend. Gen X is niet kankerverwekkend. Toch beweren verschillende toxicologen vandaag het tegendeel. Ik ben geen toxicoloog. Maar ik kan wel zeggen dat in Nederland en in de wereld zijn allerlei classificaties van kankerverwekkende stoffen aangegeven. Sommige zijn zeker kankerverwekkend, andere zijn verdacht, er zijn allerlei niveaus in. En deze komt niet eens in dat rijtje van verdachten voor. Hij is niet kankerverwekkend. Maar dat het niet op een lijst staat wil niet zeggen dat de stof niet toch kankerverwekkend is. U gebruikt de stof als fabrikant. Kunt u mij garanderen dat de stof niet schadelijk of niet kankerverwekkend is? Ja, ik ga nu een soort dooddoener vertellen. Elke stof is schadelijk. Als jij genoeg water drinkt, ga je ook dood. Maar dat gaat er bij omwonenden niet in. Zij willen geen enkel risico meer lopen en zien de fabriek liever vertrekken. Eigenlijk moet je dit soort fabrieken gewoon niet in woongebieden hebben. Die fabriek staat er al heel lang. Hierachter krijgen we om een hele nieuwe wijk gebouwd. Dat was toen helemaal geen sprake van. We hadden wat dijkhuizen en dat was het. Maar dit soort fabrieken, die chemische troep uitstoten, horen gewoon niet in woongebieden. In de studio hoogleraar Martin van den Berg, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Ja, volgens toxicologen is die stof kankerverwekkend. Volgens de directeur van Chemoer is dat niet zo. Hoe zit het nou? Hoe gevaarlijk is deze stof? Nou, je ziet op een gegeven moment dat DuPont zelf informatie heeft aangeleverd. Toxicologische experimenten. En als je die data bekijkt, en dat heb ik gedaan, in dit geval voor de journalist die het me gevraagd hebben. En ik vergelijk dat met die vorige stof, dat PFOA, waar we het over gehad hebben. Dan zie je gewoon dat de eigenschappen van deze stof identiek zijn, wat ze aan effecten veroorzaken bij proefdieren. En de volgende vraag die ik mezelf dan stel, doen ze dat bij dezelfde concentraties? Want de dosis maakt het gif. Ja. Nou, dat doen ze. Met andere woorden, het is even gevaarlijk als dat spul waar het voor in de plaats is gekomen? Het is even gevaarlijk, wat mij betreft, als dat PFOA, zoals dat eerder geproduceerd werd. De belangrijke vraag is echter, hoeveel blootstelling vindt er plaats? Ja, dat is duidelijk. Als je nou kijkt hoe het hier gebeurt. Stel dat u daar in de buurt woont, zou u aan de overkant van de fabriek willen wonen? Nou, ik zou op dit moment wel heel graag willen weten hoeveel er nu feitelijk uit die pijp komt en wat er eventueel neerslaat in mijn woonwijk. En tot dat duidelijk is, zou u daar willen wonen? Dan zou ik er nu gewoon blijven wonen, maar ik zal wel druk op de autoriteiten uitoefenen om zo snel mogelijk helderheid te geven hierover. U zegt het is een gevaarlijke stof, hoe je het ook bent of keert. Het is een gevaarlijke stof waar we hierover spreken. Mm-hmm. Hoe kan het dan dat dat niet staat op die lijst van zeer zorgwekkende stof?
Nou, ik denk dat binnen de Europese Unie daar gewoon nog niet naar gekeken is. Het is een vrij recente stof. De eigenschappen van deze stof verdienen zeker om hem op een lijst te zetten van zorgwekkende stoffen. En... Want die andere stof, waar het voor in de plaats is gekomen, daarvan is inmiddels bekend dat die verboden is, dat er door justitie in Nederland onderzoek wordt gedaan, dat er duizenden processen lopen in de Verenigde Staten. Ja, dat is correct. En ik verwacht als toxicoloog dat deze stof dezelfde werking kan hebben. Het is dus opmerkelijk, maar ik moet er wel bij zeggen dat in 2015 de Duitse overheid richting de EU heeft aangegeven dat hier een aantal zorgwekkende aspecten, toxicologisch... Al aanzitten. Juistzeker. Ja, we praten zo verder. Het is niet de eerste keer dat DuPont in opspraak raakt. Zo berichtte een vandaag eerder dat tientallen oud-medewerkers zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen kregen door een stof die in de Lycra-fabriek van DuPont werd gebruikt. This is a lower pipe. Do you see what's coming out of it? There's something wrong with this water. Dozens of West Virginia residents have filed lawsuits against chemical company DuPont for contaminating drinking water. Why was DuPont allowed to dump so much of this chemical into our air and our waterways? DuPont is always in the news, it seems like, for killing people. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Chemours kwam voor het eerst in opspraak in de Amerikaanse staat West Virginia. Het bedrijf dumpte PFOA in een rivier, waardoor omwonenden kanker kregen en het wondermateriaal Teflon opeens een nare bijsmaak. Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean. Het RIVM concludeerde dat ook bij de fabriek in Dordrecht mensen jarenlang zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Maar ook de werknemers van de Lycra-fabriek zijn onnodig blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en hebben daardoor gezondheidsproblemen gekregen. Als je zoveel mensen hoort die allemaal zwangerschapsproblemen hebben en doodgeboren kindjes, dan ben ik niet de enige. En wie weet zijn er wel nog meer vrouwen die de mond niet durven te openen. De problemen stapelen zich inmiddels op. Ze werken er niet meer met de gewraakte giftige stoffen, maar wel met nieuwe stoffen die op geen enkele lijst voorkomen. Nog niet, tenminste. Ja, nog steeds hier hoogleraar Martin van den Berg, toxicoloog. Verschillende affaires dus al rond DuPont. Is het sowieso verstandig dat zo'n fabriek, dat deze fabriek, in de buurt van een woonwijk staat? Nou, je ziet gewoon dat DuPont de afgelopen jaren niet echt een betrouwbare safety record heeft opgebouwd. Wat moet je dan? Ik denk op zich dat zo'n fabriek op deze locatie wel mogelijk is, mits het bedrijf zich aan de regels houdt voor het beschermen van het milieu en het beschermen van de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Ja. Wat zou u nu adviseren dat er moest gebeuren? Zo snel mogelijk erachter komen in hoeverre gen X nu feitelijk ook een risico vormt, of het vrijgekomen is, of je terug kan vinden in het milieu en of het ook voorkomt bij de werknemers. Ik denk dat een eenvoudige bloedanalyse, omdat ze daar toch al naar kijken voor BFOA, aangevuld moet worden met in dit geval gen X. En u zegt dat moet zo snel mogelijk gebeuren? Absoluut. Ja, en totdat dat duidelijk is in welke hoeveelheden we dan dat aan gaan treffen bij medewerkers, bij buurtbewoners misschien, moet je dan eigenlijk die stof wel gebruiken? Nou, ik denk dat we vooral niet in paniek moeten raken, omdat de situatie op dit moment nog geregeerd wordt door onduidelijkheid. Ja. Waarschijnlijk is er al een periode dat er toch emissies plaatsvinden. We moeten gewoon weten hoeveel er van die uitworp heeft plaatsgevonden. Ja. Zonder die informatie kunnen we eigenlijk geen voldoende inschatting van het risico maken. Nader onderzoek om het risico in te schatten en zo snel mogelijk, zegt u. Zonder meer. Dank u wel. Nog 8 maanden te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. En als Rutte 2 tot die tijd volhoudt, dan is dat voor het eerst sinds 1998 dat een kabinet de rit uitzit. In deze laatste zomer van Rutte 2 blikken we terug met bewindslieden. Met vandaag Lodewijk Asscher, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Integratie. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, PvdA-kroonprins, politiek zondagskind, vicepremier naast Mark Rutte en ook nog eens vader, die tijd vrij weet te maken om zijn kinderen naar school te brengen. Je wil je werk goed doen, maar je wil ook gewoon je privéleven overeind houden. En in de politiek is dat lastig, dat weten we. Maar ik heb daar wel altijd een grens getrokken. Ik ga minder naar diners en recepties en borrels. En ik breng 's ochtends mijn kinderen naar school. Dat is voor mij heel belangrijk. Het houdt me ook met de voetjes op de vloer. In 2012 verruilt hij het Amsterdams wethouderschap voor Den Haag. Minister van SOSA, zo heet sociale zaken in het jargon. Geen makkelijke job zo midden in de crisis. Een haperende economie met oplopende werkloosheid. Waarom heeft u het eigenlijk gedaan? Lijkt me een hondenbaan. Nou ja, omdat ik weet hoeveel verschil je kunt maken in de politiek. Ik geloof dat je, als je in de politiek met andere mensen samenwerkt en je doelen voor ogen houdt,
dan maak je verschil in het leven van mensen. Ja, Goedemorgen. Begin juli deze zomer. Lodewijk Asscher op werkbezoek bij de schoonmakers van het ministerie van Economische Zaken. Na veel gepraat en protest, sinds kort in vaste dienst bij de Rijksoverheid. Die schoonmakers waren helemaal weggeorganiseerd. En die doen ook heel belangrijk werk. En als je ziet hoe het nu met hun gaat, en dat ze ook echt ervaren dat ze er veel meer bij horen dan vroeger, is voor mij een voorbeeld van wat ik eigenlijk wil voor Nederland. Dat we iedereen waarderen om wie die is en om het werk dat hij doet. De missie van Asscher. De volgens hem doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt aanpakken. Een schoonmaker of postbode die als ZZP'er werkt. Werknemers die noodgedwongen hun vaste baan moeten inruilen voor kortlopende contracten. Asscher vindt dit alles onwenselijk. Ja. Voor mij was dat eigenlijk de reden om minister van Sociale Zaken te willen worden. Want ik zie dat om me heen gebeuren. Mensen die eerst een normaal contract hadden en dan nu zogenaamd als ZZP'er aan het werk zijn. Terwijl ze alleen maar de risico's hebben gekregen. Dus alleen maar de lasten en niet de lusten. Ja, als straks je alleen maar op je knieën dankbaar mag zijn dat je even mag werken. Zonder zekerheid. Dan gaan mensen geen huis meer kopen. Dan durf je geen gezin meer te stichten. Dan moet je maar iedere maand afwachten of er inkomens zijn. Dat is een van de hele belangrijke redenen, vind ik, dat we andere keuzes moeten maken. Gezeten voor onze camera blikt Asscher terug op alweer 3,5 jaar kabinet Rutte 2. Samen met VVD regeren vergt veel volgens hem. Stevige meningsverschillen zorgen voor de nodige politieke gevechten. Het is serieus, we zijn optimistisch. Het zou heel mooi zijn, maar het is nog niet zeker. Het waren beslist geen makkelijke jaren, want de tegenstellingen tussen VVD en PvdA blijven groot. VVD kijkt heel anders naar de arbeidsmarkt, maar ik moet wel, daar moet ik een compliment in geven. We hebben op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren echt een aantal grote dingen kunnen doen die passen bij mijn idealen. De aanpak van schijnconstructies, terugdringen van flex, meer zekerheid, meer rechten voor werknemers. Dat heeft de VVD allemaal keurig gesteund. Dat alweer wel. Ja, wat dat betreft, als je een afspraak met ze maakt, en dit waren dan dingen waar zij, die niet in hun verkiezingsprogramma stonden, dat hebben ze wel, vind ik, betrouwbaar gedaan. Ja, je ziet natuurlijk ook hele grote meningsverschillen, dus het is wel vaak op de achtergrond soms een flink gevecht geweest. Een flink gevecht dus, volgens Asscher. De relatie tussen vicepremier Asscher en premier Rutte is beslist op de proef gesteld tijdens het kabinet Rutte 2. Twee totaal verschillende persoonlijkheden bovendien. Hoe gaat het eigenlijk tussen jullie, tussen Mark Rutte en Lodewijk Asscher? Goed, anders had het kabinet niet meer gezeten. We hebben hele moeilijke jaren gehad met vaak ook politiek heel ingewikkelde situatie. Geen meerderheid in de Eerste Kamer, we moesten maar kijken. Maar we wisten ook dat stabiliteit om uit een crisis te komen een voorwaarde is. Nou, daarin hebben we denk ik de afgelopen jaren bewezen dat ondanks die grote verschillen, ondanks het feit dat iedere begroting een gevecht was, geen misverstand daarover, dat je goed kan samenwerken. Ja, best wel gevechten gehad, zegt u, ook met de premier. Maar is het dan niet frustrerend dat na afloop naar de buitenwereld toe, dat de premier ja, dat allemaal gewoon weglacht en dat jullie een beetje de schuld krijgen van al die beschuinigingen? Nou, maar we zijn ook nog niet klaar, hè? We hebben nog 3/4 jaar te regeren en daarna komen de verkiezingen. En dan gaat het erom wie het beste verhaal heeft voor de toekomst van Nederland. Dus ik vind dat de premier een opgewerkt mens is, dat siert hem. Dat is alleen maar goed. Uiteindelijk gaat het mij vooral om wat we bereiken voor mensen en of mensen dat voelen. Ja. En hoe hij daar dan mee omgaat, dat is echt aan hem. Rutte en Asscher, de een extravert, ogenschijnlijk hypergoed gehumeurd en de ander bedachtzaam en serieus. Bovendien, Asscher heeft een gezin en Rutte is vrijgezel. Hoe gaat dat samen? Asscher maakt tijd vrij voor zijn kinderen en Rutte heeft een iets andere aanpak. Die werkt gewoon heel vrolijk de klok rond zo'n beetje. Ja. Die belt hij waarschijnlijk plat de hele dag door, of dat is misschien wat overdreven, maar die is veel eisend. Ja, maar hij heeft er juist, daar heb ik ook heel veel waardering voor, hij heeft er heel veel begrip voor. Hij heeft zelf geen gezin, maar hij heeft zich altijd, en dat heb ik heel erg gewaardeerd, collegiaal hierin opgesteld. Bijvoorbeeld vaak in Amsterdam vergaderd, als dat mij heel erg hielp. Juist rekening gehouden met het feit dat we allemaal mensen zijn en dat dit voor mij heel belangrijk is. Hoe, bij u thuis dan vergaderen of hoe werkt dat? Niet bij mij thuis, maar er zijn in Amsterdam best veel locaties waar je kunt vergaderen. Dus er zijn ook veel onderhandelingen die zijn in Amsterdam geweest. Omdat er dan kon ik de kinderen naar bed brengen en daarna ging je volgens keihard het gevecht aan.
Nederlands-Turkse aanhangers van president Erdogan in Rotterdam. Na de mislukte staatsgreep in Turkije gaan ze de straat op uit steun voor president Erdogan. Ook intimideren ze tegenstanders van Erdogan. Dit gesprek met Lodewijk Asscher, die ook minister van Integratie is, is opgenomen ruim voor die poging tot staatsgreep in Turkije. Opmerkelijk genoeg zei Asscher toen al het volgende over de integratie van Turkse Nederlanders. Wat ik een hele slechte ontwikkeling vind, heel veel Nederlanders met een Turkse achtergrond, met een Marokkaanse achtergrond, voelen zich niet thuis. Ook de mensen die juist heel succesvol zijn. Dat wordt versterkt als je de hele dag alleen maar daarop wordt aangesproken. Het wordt ook versterkt door soms intimidatie uit de eigen groep. Je ziet bijvoorbeeld in de Turks-Nederlandse gemeenschap hele sterke groepsdruk van de mensen die voor Erdogan zijn tegen de mensen die dat niet zijn. Ja, dat denk ik, jongens, laten we dat alsjeblieft buiten Nederland houden. We hebben in het land problemen genoeg, maar ook heel veel mooie dingen. Laten we hier mensen hun individuele vrijheid gunnen en niet ze eigenlijk trekken naar het land van oorsprong van hun ouders. De politieke toekomst van Asscher is ongewis. Blijft hij na de verkiezing in maart 2017 actief in de Haagse politiek? Wellicht stelt hij zich kandidaat als lijsttrekker voor de PvdA en neemt hij het op tegen Diederik Samson. De PvdA hoopt met zo'n verkiezing aandacht te trekken. Maar of Lodewijk Asscher hierin meegaat? Hoe is het met uw toekomst? Gaat u weglopen of blijft u zitten? Ik weet het nog niet. Voor mij is het een... Natuurlijk weet je het wel. Nee, ja. Dat geloof ik niet. Nee, echt niet? Nee. Toch is het waar. Nee, ja. Dit heeft u besproken met uw vrouw al. Kan niet anders. Ik bespreek het met mijn vrouw, maar ik ben er nog niet uit. Morgen blikken we terug met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De nieuwstrend naar Joanneke. Er zijn vandaag kamervragen gesteld over een omstreden burgerwacht. Het gaat om de Soldiers of Odin. Dat is een Scandinavische burgerwacht inderdaad, die nu ook een tak heeft in Nederland. Ze zijn kritisch op immigratie en ze noemen zichzelf de ogen en de oren van de politie op straat. Nou, in Nederland kwamen ze dit weekend in actie in het Groningse Winschoten, waar zij een jongen staande hielden die meisjes zou hebben lastiggevallen. En ze droegen hem vervolgens over aan de politie. En op hun Facebook-site is dit te zien. De politie is coming. De ouders van een 12-jarig meisje dat door deze jongen zou zijn lastiggevallen, die hebben nu laten weten aangifte te gaan doen. Juist. Wat voor groep praten we over? Wie zijn dat, die Soldiers of Odin? Ja, de groep werd vorig najaar opgericht in Finland door neonazi Mike Ranta. Ze zitten inmiddels in verschillende landen wereldwijd, ook in de VS. Zo waren ze deze week ook aanwezig bij de Republikeinse Conventie in Cleveland. En de Daily Mail die sprak met de Finse tak. I think it's going to be a war between local people and immigrants. And if there is a war, will you be ready to fight? Of course, we are ready to protect our people. Hoe groot zijn ze inmiddels in ons land? Ze zouden 7 chapters, afdelingen hebben, zoals zij dat noemen. Onder meer in Arnhem, Limburg, Utrecht, met in totaal 100 leden door het hele land. En men maakt zich dus in toenemende mate ook in Nederland zorgen over deze groep. Ja, absoluut. De antifascistische onderzoeksgroep Kafka houdt ze nauwlettend in de gaten. De politie Groningen heeft wel laten weten dat de Soldiers dit weekend in Groningen dus binnen de grenzen van de wet zijn gebleven. Maar PvdA-Kamerlid Ahmed Markoes, die ook de Kamervragen stelde vandaag, die maakt zich toch wel een beetje zorgen. Ik vind dat echt onacceptabel als de politie met deze mensen zou samenwerken of datgene wat ze doen zou toejuichen. Hier moeten we echt normeren. We moeten dit afwijzen. Ja, hoe verwacht je dat die groep zich verder gaat ontwikkelen? Wat denkt men daarover? Ja, we spraken vandaag met Laura Halminen, de journalist bij de grootste krant in Finland. En zij volgde deze groep een tijdje. Young unemployed men happen to come up in the right time with the right set of tools, such as nice Facebook pages, a nice logo, a fancy name. At least in Finland, Soldiers of Odin appears to be in decline. To my understanding, the core reason to this is the very fact that these young unemployed men are just not capable of running an organization.
En dan is er ook nog een tegenbeweging tegen deze Soldiers of Odin in Finland van een groep bijzondere dames. Ze noemen zichzelf de Sisters of Kiliki. Ja, en zij gaan de straat op om vol overgave vreemdelingen een lekkere knuffel te geven. Bijzonder. Dankjewel, Janneke. Zometeen dan. Wat gebeurde er bij de Nijmeegse Vierdaagse, waar het ook tropisch was? Kijk je achter de schermen zo dadelijk. Maar eerst naar het Sportjournaal. Sjoerd van Ramshorst, goedenavond. Wat gaan jullie doen? Ja, goedenavond. Ja, vooral de Ronde van Frankrijk. Want na de rustdag konden de renners vandaag weer aan de bak. Een zware etappe in de Zwitserse Alpen met finish bergop. En grote vraag is of Bauke Mollema zijn grote vorm in de Pyreneeën mee heeft genomen naar de Alpen. Gaat hij aanvallen of moet hij juist de tweede plaats in het algemeen klassement verdedigen? En Engeland en Italië zijn in de ban van wellicht de duurste voetbaltransfer aller tijden. Het Sportjournaal is er zometeen na één vandaag. De Nijmeegse Vierdaagse begon vandaag een half uur eerder. En het Rode Kruis zette extra mensen in om de wandelaars te voorzien van drinkwater. Voor het laatste nieuws naar verslaggever Maaike Kempers in Nijmegen. Ja, Maaike, hoe zwaar was het voor de wandelaars vandaag? Nou, het was zeker een hele pittige tweede wandeldag. Een uur geleden kwamen hier achter mij, of ruim een uur geleden, de laatste wandelaars over de finish. Nou, ik zag echt mensen die het heel moeilijk hadden. Ondersteund door vrienden werden ze echt over de streep getrokken. Ik zag ook mensen die over een brancard binnenkwamen. Ja, het was niet altijd een even prettig gezicht, moet ik zeggen. Ze hadden het echt heel erg zwaar. Het Rode Kruis geeft ook aan dat zij een drukke dag hebben gehad vandaag. Er was zelfs één post waar even geen tijd was om blaren te prikken. Simpelweg omdat er te veel mensen met andere problemen binnenkwamen, zoals flautes. Maar goed, de organisatie die zegt 15, 16 ambulanceritten. Dat is niet extreem, dus ze zijn eigenlijk wel tevreden. Ja, en de organisatie was wel degelijk voorbereid op extreme omstandigheden. Ja, zeker. Je zei het net al even, extra waterpunten eerder gestart. Ze hebben ook heel veel tips meegegeven aan de wandelaars. En zij krijgen hierover advies van een speciale vierdaagse weerman. En wij zijn vandaag met hem op pad gegaan. Hey, Jules, lekker weer, hè? Lekker weer. Heerlijk. Voorzichtig, hè? Blijven drinken, Gijs. Een bekend gezicht hier. Jules Gernaert, de vierdaagse weerman. Vanwege de hitte doet hij vandaag extra metingen. Wat is de eerste conclusie? Op zich goed. Die combinatie van straling, vochtigheid en temperatuur is nu zo'n 27 graden. Dus dat is allemaal oké nog. Je hebt marges tot ongeveer 29 in dit soort situaties. Zeker met die windkracht die tot 4 van dit moment gaat het prima eigenlijk. Jules doet dit werk nu 10 jaar. Hij is aangesteld na het drama in 2006. Op een bloedhete dijk gaat het dat jaar mis. Na goed overleg is besloten om de marsen verder vanaf vandaag af te gelasten. De reden om de marsen af te gelasten, dat zijn de twee dodelijke slachtoffers die er te betreuren zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen is het jaar erop een speciale vierdaagse weerman aangesteld. Vanuit deze gele keet naast de start- en finishplek doet Jules zijn werk. Dit is de diensten kennis en informatie. Ja? Groot woord voor allerlei schermen, allerlei beeldschermen, computers. En hier worden alle monitors, alle wandelaars gemonitord die er op weg zijn naar waar ze zijn met camera's. En ik zit hier ook rustig in de hoek als weervoorspeller van de Vierdaagse. Nou, u zegt rustig. Het zijn drukke dagen lijkt me zo met tropische hitte. Ja, het zijn informatief wel drukke dagen. Ja. Natuurlijk veel weer, veel vragen over het weer. Ja. Voelt u zich nou verantwoordelijk voor al die wandelaars? Op zich wel, ja. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen conditie en hun eigen verzorging. Maar als het extreem wordt, te warm of te koud of onweer, dan nemen wij natuurlijk een stuk verantwoordelijkheid over uiteraard. Dus, Meneer, u ziet eruit alsof u het zwaar heeft. Ja, het is mijn eerste keer de Vierdaagse en mijn voeten die branden. Lekker warm? Het is bloedheet, ja. We hadden er net ook stukken asfalt en die bleven gewoon aan je voeten plakken. Zo warm is het. En blaren, dus... Je kijkt niet al te vrolijk meer. Nee. Ik heb er nou weer eentje bij, dus ik zit nu op 6. Dus op een gegeven moment zijn we er wel een beetje klaar mee. Prettige dag vandaag en doe het kalm aan. Hem hoor je niet klagen over de tropische hitte. Jan van Manen. Hij woont en werkt als honorair consul in het Afrikaanse Guinea-Bissau. Dit jaar loopt hij voor de 39ste keer mee in Nijmegen. Ja, u weet wel hoe u zich voor moet bereiden op tropische hitte, begrijp ik. Nou ja, meestal trainen we zelfs in de tropische hitte. Dus, Hij is zo'n groot fan van de Vierdaagse dat hij ook in Afrika wandelmarsen organiseert. En met succes. Er zijn de afgelopen jaren al 35.000 medailles uitgedeeld.
Hun oplossing tegen de hitte is simpel. Dat we 's nachts lopen. Als het koel is, koeler is dan overdag. Maar hoe laat begint u dan? Het hangt van de afstand af. Als we 60 kilometer doen, beginnen we rond middernacht. En finishen rond 9 uur 's morgens. Zouden ze hier ook kunnen doen? Ja, ik denk niet dat de Vierdaagse in de nacht een succes zal worden. Het is zowel voor het publiek als voor de wandelaars niet aantrekkelijk om echt 's nachts te gaan lopen. En bovendien zijn de nachten kort hier. De maatregelen die we hebben genomen, het eerder starten, wat net al een uur is geweest. Om middernacht starten, dat doen ze dus niet in Nijmegen. Maar wel iets eerder op pad vandaag. Deze beslissingen worden genomen tijdens het dagelijkse weeroverleg met de organisatie. Jules geeft advies. Het Rode Kruis let extra veel op of mensen moeilijkheden hebben met flauwvallen of vochttekort en dergelijke. En of er nog extra hulp of extra Rode Kruis mensen in moet schakelen om de mensen te helpen. Dus u stopt ermee? Ja, ik denk het wel. Het is helaas. Maar ja. Sterkte. Ja, dank u wel. Dit is een heel zwaar stuk vanaf Wiegen. Ja, ik weet het. Het is de 10e keer dat ik hem loop. Oh ja. Alleen wel de zwaarste keer. Hij wil water drinken. Komkommer eten. Ja, je hebt even op de route meegekeken. De zon brandt lekker. Wat zijn je bevindingen? Nou, de mensen hebben toch wel redelijk zwaar. Door de warmte uiteraard. Maar ze kunnen nog lekker een praatje maken. Dus dat gaat goed allemaal. Stand op nul en dan kom je er wel. Ja, petje af voor de deelnemers. Nog 2 dagen daar. Volhouden dus. Dit was 1 Vandaag. We zijn er morgenavond om 17:15 weer. Tot die tijd kunt u ons vinden op 1vandaag.nl. En we zijn natuurlijk ook te volgen via Twitter en Facebook. Ik wens u nog een coole avond.